Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar de nieuwe weekvlog. Nou, we zitten klaar voor de persconferentie. Oh schat, we moeten hem niet aanraken. Heerlijk, die vogeltjes op de achtergrond hoor je ze. Nou, de vogel is ook niet best. Ik had echt zo'n enorme breakdown gewoon. Het is wel een beetje gek dat een baby van 4 maandjes zo goed kan staan. Wat ben je mooi, Ted. Gaan wij een cadeautje kopen voor je kleine neefje, hè? Ja. Hij is lekker in de shop, want wij hebben een nieuw neefje. Yay! Dus we moeten natuurlijk echt nog eventjes een cadeautje kopen. En dan ga ik eventjes naar de babyboutique. Om daar iets leuks uit te zoeken voor kleine Joa. Zo leuk dat Ted gewoon nu al grote nicht is eigenlijk. Oké, nou dat wordt hem dus niet. Gelukkig hebben we nog één ander kinderkledingwinkeltje hier in Purmerend. Dus die ga ik maar doen, want we hebben ook al geen prenatal meer. Alles wordt ons hier weggenomen. Dus dan maar even kijken of we daar nog wat leuks kunnen shoppen. Oké, check. Gaan wij een ijsje halen, Teddy? Gaan wij een ijsje halen? Nou, de home office is ook weer open. Ik wil nog één offerte verzenden. Terwijl Ted lekker ligt te kraaien. En dan gaan we vanavond natuurlijk Joa ontmoeten. Superleuk. Leuk cadeautje gekocht uiteindelijk in een andere winkel. Dus, en ik ga nu even iets met Eline uittesten voor een nieuwe serie voor YouTube. Ga ik natuurlijk nog niet veel over zeggen. Lekker flauw. Maar ik moet wel zorgen dat het technisch allemaal werkt in tijden van corona. Hè? Dus ze is zo lekker bezig. Het is echt zo schattig. En ze is nu echt helemaal fan van de knuffeltje. Het is een alpaca. En we noemen hem Alpie. Alpie is nu de fan van knuffeltje. Oh schatje, jij bent zo lekker aan het kletsen, hè? Je bent zo lekker aan het kletsen weer. Ted geeft de aanwijzingen. Doe je het al goed, schoon? Ja. Een hardwerkende zusje en lekker met Ted aan het slapen. Hallo, nou het is vandaag dinsdag en wij gaan bij Pavillon Puur shooten. Wat je vorige week hebt kunnen zien waar we gesprek over hadden, gaan we het nu neerzetten. Dus echt een bruiloft op 1,5 meter. Ja, en hopen dat er alsnog mensen op afkomen, want ze hebben binnen een superleuk concept. Ook met diner erbij, echt heel leuk. En de plek is ook zo mooi. Dit moet gewoon werken. Wij denken ook echt gewoon dat dit super gaat zijn voor jou als bruidspaar. Dat je echt niet heel veel mist. Ja, oké, misschien is het niet zoals je het van tevoren had bedacht. Maar ik weet zeker dat je achteraf geen spijt van zult hebben als je het op deze manier hebt gedaan. Dus we gaan weer eventjes met de aanhanger aan de slag, met spullen aan de slag. Ik heb echt een hele makkelijke outfit aan. Eigenlijk hiervoor helemaal totaal niet. Maar ik wil gewoon een beetje mijn best doen met aankleden. Dan voel ik me ook een beetje beter. Dus we gaan nog eventjes wat boeketjes bijmaken, inladen. En dan, dan gaan we weer. Ik heb die kleine bloemstukjes van de week in een beetje terracotta kleurige pot gedaan. Toch weer een andere vibe. Even extra gemaakt. Zo kunnen we nog meer plaatsen waardoor het de 1,5 meter wat minder op gaat vallen. Oh, we zijn nu al de hele dag aan het bouwen. Pavillon Puur wordt gewoon één groot restaurant, jongens. Het is zo gaaf. Lekker in de buitenlucht. En ik krijg gewoon een trek als ik hier rondloop. Echt superleuk. En we hebben gewoon echt een superleuke ceremonie neergezet. Al zeg ik het zelf. Voor 30 personen nu. En uit te breiden naar op de heuvels met, je kan uiteindelijk tot 100 of iets dergelijks. Dus het is echt super, super, super leuk. Heerlijk, die vogeltjes op de achtergrond hoor je ze. Nou, we zitten klaar voor de persconferentie. Per 1 juli zijn samenkomsten van 30 personen binnen toegestaan
in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. Exclusief personeel. Dat betekent dat elke bioscoopzaal en theaterzaal, exclusief personeel, elk restaurant en elk café 30 gasten mag ontvangen. Cheers! De horeca mag open op 1 juni. Dus bij Puur zijn ze alles nu helemaal aan het klaarzetten. Nou ja, hebben we eigenlijk natuurlijk de hele dag al gedaan. Er gaat meteen foto's gemaakt worden, film gemaakt worden in de nieuwe opstelling. Voor het terras. Het is zo gezellig. Lekker dat je aankomt. Het is ook gezellig met het busje. Het is toch te leuk. Dus ja, kunnen we en weer trouwen. En weer uit eten. Kan ik hier met mijn mannetje lekker uit eten, wat we zo graag doen. Dus ja, echt super blij mee. We zijn allemaal echt super blij. Oh, en hier 's avonds zo. De ondergaande zon. Is toch ook echt super leuk. Jee, we mogen open. Ik ben dus echt heel blij. Dit is gewoon weer een nieuwe stap naar alles weer een beetje normaler. En dat we gewoon weer kunnen trouwen en weer wat meer kunnen doen, weet je. Dat is echt wel zo belangrijk voor het, ja, het normale leven weer een beetje terug te krijgen. Ah, dit is zo fijn. Ondertussen is de droom een filmpje aan het maken. En staan wij hier verstopt, zodat de drone ons niet kan vinden. Een hele goede morgen. Het is ondertussen donderdag. Ik had gisteren echt geen zin om iets te filmen. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb de hele dag op de bank gelegen met de tent en lekker geslapen. Dus heb ik een ontstoken ooglid. Dus lekker geen make-up op vandaag. Maar goed, het wordt toch 38 graden volgens mij buiten. Dus beter ook. Lekker zonnebrand ingesmeerd. En een beetje werken. Maar ook lekker even chillen. Het is al vet lekker buiten. Het ligt wel lekker buiten. Heerlijk. Niet Daddy. Je ging met Alpie te spelen. Oké, we hebben vanavond een barbecue. En Jeroen heeft een octopusje meegenomen. Gadverdamme. Oh schat, je hoeft hem niet aan te raken. Schat, je gaat mij niet lopen irriteren ermee. Gelukkig kunnen we het niet goed zien met dat tegenlicht. Vind je leuk hè dit? We hebben weer lekker geshopt voor in de tuin. We hebben een nieuwe tuintafel gekocht. En nieuwe stoelen. Bordeaux rood en allemaal fritsels. Dus gaan we zo meteen eens eventjes de tuin opfleuren. Want we hebben eters dus. Dus dan hebben we meteen gewoon een mooie nieuwe tuin. Rebecca, zo gaat het niet in elkaar hoor. Hij staat gewoon in elkaar. Oh, is hij snel? Ben je sneller? Ja. Let je er wel op dat het alles goed gaat? Dat papa het goed doet? Nou, hoe zit die zus? Lekker. Nou, daar is die octopusie. Oké, ik denk ik even op. Nee, maar het ziet er niet meer uit als octopus. Oh, de tweede ronde. Ja, hij blijft ook leven gewoon. Ja, snap ik. Nou, dat oog is ook niet best. Het is er niet beter op. Lijkt ook wel gewoon hele dikke wallen eigenlijk. Misschien is dat het wel gewoon. Nog even lekker chillen na het eten. Tietje ligt lekker te slapen, dus zo even een beetje opruimen en dan... Morgen weer een werkdag in ieder geval. De tafel is trouwens drie keer kut. Want als je dus een wijnglas neerzet, dan wordt er door het wijnglas gewoon een gat gebrand in de tafel. Je moet eens kijken hoe het eruit ziet. Dus die tafel gaat morgen weer de tour. Hadden we eindelijk een tafel waar we gewoon blij mee zijn, krijg je dit. Maar goed, we hebben wel die mooie Bordeaux stoelen. Dat is dan wel cool, maar die tafel is zo stom. Dus we moeten op zoek naar de nieuwe tafel.
tips, iemand? I love you. Ik heb wel zoveel van jou. Goedemorgen. Tetje is lekker bij mijn moeder. Dus die is lekker bij oma logeren. Wij zijn de spullen voor de furry shop aan het schieten. Nog steeds een ontstoken oog. En we zijn nu hier aan het shooten. Zorgen dat alle producten erop staan. Ik ben natuurlijk Linda Jane in de house, die de foto's maakt. Wat ik heb gezien, ben ik nu al heel blij. Dus ja, veel te doen. Klaar mee, helemaal klaar mee. Mijn oog wordt alleen maar dikker. Kijk nou. Een pukkel. Mijn bekken danseren, ik val uit elkaar. Maar we hebben het wel goed gedaan. In onze fotostudio. Nou, project tuin gaat ook door. Wat een toppertje is dit. Maar ga je dit nog opruimen? Wat zit jij nou mijn pukkel belachelijk te maken? Ga je dit nog opruimen of niet? Oeps. Ja, opruimen, hop hop. Ja, ik vind het ook een beetje... Straks gaat Ted er doorheen lopen. Dan gaat ze jenken. Ted is er helemaal niet. Dus kan ook nog niet lopen. Oeh, lekker. Is het lekker gekookt, schatje? Heerlijk, hè? Lekker. Leftover night. Goedemorgen. Ik ben onderweg naar mijn eerste sportles na de bevalling. Joehoe. Tenminste, ik denk dat het me zwaar gaat vallen. Nou, het eerste rondje zit erop. Dit was dan een soort van zwangerschaps... Nee, na de bevalling gym of zo. Nu ga ik door naar yoga in het park. Ik zie er thuis slecht uit. Dat oog, die pukkel. Het is echt een groot drama. Maar goed, ik ga lekker met mijn vriendinnen aan de yoga. Matje gehaald, ik ben heel buiten adem en ik ben er nog niet eens. Lekker vogeltjes in het park. Waar is het? Ik weet het niet precies. We zijn ook niet de enige, want er wordt volop gesport hier. Dat is toch wel leuk om te zien. Ik denk dat ik daar moet zijn. Yes, that's the place. Nou, zit er klaar voor? Ja, nee, achter de hand. Ja, dat kijk. Nou, dat zit erop. Mijn camera was vol, dus ik kon het niet verder filmen. Ik had echt zo'n enorme breakdown gewoon. Dat ademhalen naar binnen en ik ben echt een jank uitgebarsten. Ik had dat denk ik even nodig. Even echt tijd voor mezelf, lekker buiten. Maar ook alles van de afgelopen maanden. Ik heb gewoon geen tijd gehad om te verwerken. En ja, misschien gaat dat nu een beetje beginnen of zo. Ik weet het niet. Ik hoop het dus volgende week wil ik zeker weer. Het is echt wel verfijnd. Dus ik voel me wel iets meer mezelf nu. En nu lekker naar huis. Even lunchen. Later op de dag lekker Ted was ophalen. Nog een klein beetje werk in ieder geval. Wij gaan Tetti halen, wij gaan Tetti halen, wij gaan Tetti halen, wij gaan Tetti halen. Kan je niet zingen? Wij gaan Tetti halen, wij gaan Tetti halen. Hallo Tetti. Hallo meisje. Hallo. 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 Ik ben het, je papa. Is het niet gezellig of zo? Hey. Oh ja. Hey. Was je daar weer? Hé? Hey. Moet je nou eens zien? Jij bent groot. Kom je lekker naar huis, Teddy. Let's go. Let's go, ja. Let's go. Het is wel leuk weer, hè, thuis zijn.
wel leuk hier, hè? Wel een beetje gek dat een baby van 4 maandjes zo goed kan staan. Oh, toch niet. Jammer, joh. Toch niet. Helaas. Hoppatee. Ja. Hoppa. Ja, we zien het hoor, Ted. We zien wat je doet. Oh. Oh, een lekker ontbijtje. Deze meid is vandaag weer 4 maandjes oud. Ja, je wordt zo groot, hè? Je wordt zo groot, hè? Grote meid. We hebben een mega lui dag. Ja, dat mag ook wel eens, toch? We hebben er weer een wijntje bijgebracht. Tenminste, mini beetje. Maar goed, we hebben de hele dag op de bank gelegen. Hoe heette die serie nou? White Lines. White Lines gekeken. Een nieuwe serie van de makers van de Casa de Papel. Goeie serie. Prima serie. Niet heel veel gekkigheid nog. Maar je wil wel weten wie wat gedaan heeft. In ieder geval. Ted vindt dat ook. En verder is dit echt een echte zondag. Jeroen wil naar de tuin werken. Maar goed, het regent. Dus een beetje slap eigenlijk dat hij het niet alsnog doet. Maar... En we hebben lekker eten besteld. Ik ga lekker aan de rotte hier. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En nu heb ik een week soort of vakantie. Ik merk dat ik heel even overal van weg moest. Dus ik heb gewoon een week vakantie ingepland. Even soort of rust in mijn hoofd. Kijken wat wel en niet kan. Ook even kijken om even wat leuke dingen te doen. Een beetje goed voor mezelf zorgen eventjes. En dan hopelijk een beetje tot rust komen in ieder geval. Dat zou wel lekker zijn. Dus wij gaan even lekker door met deze zondag. Dankjewel voor het kijken naar deze weekvlog. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Aankomende week ga ik ook meer filmpjes opnemen voor de bruiloft. Dus over bruiloft en dergelijke. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daar natuurlijk dan weer van vinden. Voor nu was het hem. Ik zie jullie volgende week weer. En Teddy, wil jullie ook nog wat zeggen? Vergeet niet te liken en te abonneren.